De vakbeweging heeft de afgelopen 10 jaar slechte ervaringen met de manier waarop staatsbedrijven zijn gerund. Dit zei Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47, gisteren op een persconferentie. Hij haalde hierbij aan slecht bestuur, corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek. C47 wil daarom een vertegenwoordiger van de vakbeweging in de besturen van deze bedrijven. Hij wees erop dat door de constante wisseling van de wachten bij de bedrijven de werknemers vaak genoeg met de gebakken peren komen te zitten. Dat we te maken hebben gehad met bedrijven die enorm zijn gepolitiseerd. Hebben we in het verleden ook al meegemaakt. Maar in de afgelopen 10 jaren heeft het een exponentiële dimensie aangenomen. Die corruptiegevallen zijn bekend. SPSB en ik denk een aantal zijn nu bij de PG in onderzoek. At the end zitten de werknemers met de gebakken peren. Want dan spreekt men van afvloeiingen, dan moet er gesaneerd worden. Ja, en dan te veel mensen, alle soort dingen. Berenstein zei dat het beleid van de afgelopen jaren een directe impact heeft gehad op de werknemers. Bij de hearings met de regering heeft de vakbeweging aangegeven dat ze betrokken moeten worden om deze situatie te herstellen. Je bent dat verplicht. We kunnen niet toestaan dat zaken gebeuren. De werknemers, die moeten uiteindelijk het gelag betalen. Maar als het gaat om richting geven aan het bestuur van de instelling of onderneming, dan wordt het dilemma. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak gisteren op een persconferentie over de slechte ervaringen van de vakbeweging bij staatsbedrijven.